Charlotte en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is 3 uur 's nachts en wij gaan op vakantie. Yay! Nee, het is echt nog heel vroeg, we vliegen om 6 uur. Maar als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het super leuk vinden dat je een blauw duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Wij vliegen dus om 6:10 naar Gran Canaria. En we hebben er echt heel veel zin in. En we worden dus om 4:30 opgehaald. En we hopen dat dat op tijd is. Want gisteren was er dus een wereldwijde storing op Schiphol. Waardoor er 200 of 300 vluchten alleen van Transavia al gecanceld waren. Nou, wij hebben nu nog helemaal niks zien staan. Dus we denken dat het gewoon nu klopt en helemaal goed gaat. Dus laten we daar maar gewoon op hopen. Dus we worden zo opgehaald door mijn vader en dan gaan we naar Schiphol toe. Ik heb dit outfitje aan van de Bershka, gewoon zo'n joggingpak. En dan gaan we er vandoor. Zin in! Oké, ik ga nu mijn koffer dicht doen. Deze is van mij. En dan hebben we dit ook nog. Ja, wel een beetje veel. Maar we gaan ook heel lang, dus dan mag het. Echt? Oké, nou, wij zijn door alles heen. Het ging eigenlijk best snel, toch? En we hadden dus een plekje voor de security, dus dat ging ook echt. Ik denk dat we een 20 minuten in de rij hebben gestaan en daarna konden we gelijk doorlopen. En we zijn nu even aan het ontbijten. En dan gaan we, het is nu 5:00 en om 5:30 mogen we boarden. Dus hierna gaan we dan gewoon naar de gate lopen. En dan gaan we alweer. En dan komen we om 10:00 ochtends daaraan. Nou, wij zijn aangekomen. Yay! Nee, we zijn net naar de appartementen geweest. Alleen de appartementen zijn pas om 3:00 klaar. Of 2:30 ongeveer. Dus daar konden we helaas nog niet in. Want het moest ook nog schoongemaakt worden. Dus we hebben even gewoon snel. Ik heb even een jurkje gepakt uit mijn koffer. Die wilde ik eigenlijk een andere dag aan. Maar gewoon eventjes. Want het is echt heel heet. Het is wel echt heel heet. We zijn gewoon bij het eerste restaurantje gaan zitten. En we hebben, dit zit dus echt heel dicht bij ons appartement. En we hebben wel uitzicht op zee. Dus dat is wel echt top. En we hebben nu lekker een colaatje. Nou, proost schatje. Oh, een dubbel vlog. Dus we gaan eventjes lekker wat eten en wat drinken. En dan kunnen we zo naar het appartement. Dan is het al bijna weer tijd. Nou, we zijn wel origineel. Allebei lekker een hamburgertje. Je hebt nog ei en bacon. En ik heb gewoon een beetje een basic. Weet smakelijk. Wat is er? Nou, we kunnen het huisje in. Eerst even 6 trappen lopen. Helemaal bovenin. 32 toch? Ja. Ja. Zenuwachtig. Zo, het is echt mega groot. Heel chill, toch? Zo, we hebben alles los. Dat is echt chill.
Doe even het licht aan, hè. Helemaal nieuw. Hier zo. Mooi. We zijn dus aangekomen in het appartement. En het is echt heel mooi. Het is dus volgens mij vorig jaar allemaal gerenoveerd. Dus het is ook best wel luxe. Dus je hebt gewoon een woonkamer. En dit is ook nog een bed. Dus je kan dit ook als bed doen. En dan heb je daarachter heb je de zee. En we hebben hier ook nog een balkon. En ze hebben ook smart tv, toch? Ja. Ja. Dus dat is ook heel chill. Mooie spiegels. En die keuken is dus ook echt helemaal nieuw. Met een vriezertje. Grote koelkast. Die ga ik gelijk eventjes wat kouder zetten. Dus dat is ook top. Wat zit hier dan? Oh, ze hebben ook heel veel keukendingen. Nou, en dan heb je hier dus de badkamer. Die is ook echt mooi. Met een regendouche en een normale douche. Heel chill. Veel handdoeken. En dan de slaapkamer. Echt heel chill. Nou, onze koffers zijn boven. Ik denk dat ik het maar gelijk gewoon in de kast ga doen. Anders weet ik nu al, dan ga ik de hele week uit mijn koffer leven. Dus ik ga het nu gelijk gewoon in de kast doen. Zou ik jouw spullen ook in de kast doen? Alles hier neergelegd en we hebben twee lades en hier hangt de rest. Heel vervelend, er was dus een flesje opengegaan in zijn koffer, dus het is allemaal kleding helemaal vies, dus dat hebben we nu even gespoeld en hopelijk gaan de vlekken eruit. Maar wie doet dit ook? Eerst gelijk zijn spulletjes er allemaal uithalen. Nu kunnen de koffers gelijk weg, maar we gaan eerst even wat drinken halen, want we hebben echt heel veel dorst. Wij liggen even bij het zwembad. Ik ga dit echt even filmen hoor. Deze man ligt gewoon in de schaduw. 1 seconde. Of nou ja, hoe lang heb je in het ongelegd? 10 minuten, 20. En als je het ziet. Gewoon dit nu al. Nu al zo'n lijn. Van 5 minuten in de zon. Het is niet eerlijk. Maar volgens mij is de UV-index hier ook 10 of zo. Maar we hebben net even een ijsje gegeten en we liggen dus nu bij het zwembad, gewoon bij ons appartement. Wij slapen dus daar zo, helemaal bovenin. Zitten we aan de andere kant? Nee, die kant toch? Mm-hmm. En ja, het is wel lekker hè? Mm-hmm. Nou, wij hebben even bij het zwembad gelegen. Ik had zo wit nog aan het begin van de vakantie. Logisch. En we gaan nu even naar de supermarkt toe. We gaan even inslaan voor deze week. Dus we gaan even naar de Lidl of iets anders. We moeten even kijken. In ieder geval, ik heb gewoon even simpel dit aangedaan. Want het is vandaag echt heel heet. Het is echt niet normaal. Dus we gaan nu eventjes naar de supermarkt. Nou, wij zijn ondertussen even bij de Lidl om boodschapjes te doen. Voor deze 2 weken. Gewoon qua ontbijt en dat soort dingetjes. Verder gaan we wel gewoon uit eten, maar het is hier ook zo goedkoop. Het is echt niet normaal. Volgens mij is dit ook heel bekend voor je gezicht. Dit blijkt een van de beste crèmetjes te zijn die er bestaan, hè? Volgens mij was dat deze. Ik ga even de boodschappen opruimen. Ik heb dus elke keer hele erg tranenogen, heel vervelend. Maar ja. En Macau is dus nog een plekje aan het zoeken, want het is hier wel een beetje drama met parkeren. Dus hopelijk andere dagen is wat beter.
Het is inmiddels echt 7:30 of zo. Ik ben me nu even aan het opmaken op het balkon. Want wij gaan zo meteen uit eten. En we hebben net dus bij het zwembad gelegen. We hebben boodschappen gedaan. En mijn bedoeling is eigenlijk van elke 2 dagen een vlog te maken. Waarschijnlijk wordt deze dus best wel lang als morgen er ook bij zit. Maar ja, juist leuk. Dus ik ga van denk 2 dagen. Maar misschien soms ook 1 en soms ook 3. En nou, het parkeren is hier alleen echt vreselijk. Dus we willen vanavond een klein beetje hier in de buurt. Zodat we het ook een beetje kunnen bekijken van wat zit nou eigenlijk allemaal hier. Dus ik denk dat we niet met de auto weggaan. En dat we dan morgen gewoon naar het strandje gaan met de auto. Ik heb wel een outfitje aan. Ik vind de eerste dag altijd heel erg moeilijk. Ik zal het straks eventjes laten zien. En dan gaan we zo lekker uit eten. Het is zo gek, want we stonden denk ik om 3 uur op. Dus je maakt echt een extra lange dag. Maar het voelt eigenlijk nog niet eens heel erg lang. Maar ja, mijn wenkbrauwen zijn ook zo donker. Ik ga in ieder geval even mijn make-up afmaken. En dan zal ik zo laten zien hoe ik eruit zie. Het eindresultaat. Oké, dit is uiteindelijk de outfit. En eronder doe ik dan gouden slippertjes, gouden sieraden en een gouden tas. Oh, hier heb je van dat knipperende licht. Nou, wij hebben even over de boulevard gelopen. Of ja, niet echt een boulevard. Jawel, bij het strand zit een boulevard. En we zitten nu in een restaurant. We hebben even lekker eten besteld. Het is ondertussen, hoe laat? 9 uur? 9:30. 9:30. 9:30. Zo. En zoveel trek heb ik ook weer niet. Ja. Terwijl na die burger hebben we niks meer gegeten. Maar ik heb wel trek. Ja, ik heb ook trek hoor. Maar het is niet dat ik echt helemaal rommel. Ja. En we zitten dus bij het strand. Nou, laat ik terugkomen. Ben ik nou het ziet er wel echt goed uit. Ja? Toch? Ben je niet? Speciaal voor jou. Deze ziet er ook echt heel lekker uit. Ja. Heb je mij of... Mega sterk. Boeken zijn we een beetje aan. Dit was de eerste Gran Canaria vlog. Vanaf nu 2 weken lang, elke dag om 4 uur, een nieuwe vlog vanuit Gran Canaria. Hopelijk vinden jullie het leuk. Als je tot hier hebt gekeken, laat dan even een blauw hartje achter. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. En vergeet dan niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik je morgen dus om 4 uur weer bij een nieuwe video. Elke dag een nieuwe video vanuit Gran Canaria. Hopelijk vonden jullie het leuk.